Welkom bij Gesprekken met Aartsengel Michael en bij deze video's over de alchemie. We hebben de afgelopen video's gezien hoe de ziel door middel van 6 vuren in het alchemistisch proces de leiding gaat nemen. En dat gebeurt niet zozeer in ons dagelijks bewustzijn, dat we ons daar op ieder moment van bewust zijn, maar dat gebeurt in ons bovenbewustzijn, of wat ik ook wel noem in de 5e dimensie. We gaan nu zien hoe de ziel steeds meer eigenhandig gaat optreden en als het ware echt gebruik gaat maken van het bewustzijnscircuit en er op die manier een nieuwe cyclus start. En dat ga ik allemaal uitleggen aan de hand van mijn alchemistische tekening. In de alchemie werken ziel, geest en bewustzijn samen, zodat we ons weer kunnen herinneren wie we werkelijk zijn. En dat is ons goddelijke zelf. En die samenwerking heb ik hier schematisch weergegeven in deze alchemistische tekening. En dan zie je verschillende elementen weergegeven met metaalelementen, en die hebben een symbolische betekenis. Die werken dus samen en vormen samen ons bewustzijnscircuit. En dat is die hele figuur die hier steeds verder omhoog zich verder ontwikkelt. En zodanig dat uiteindelijk onze ziel hier echt zichtbaar wordt in deze alchemistische tekening. Dan hebben we dus al ziel en bewustzijn die hierin een plek hebben gekregen. De geest hebben we niet nog in beeld, maar dat komt later. Dat hij ook zichtbaar wordt in een van deze bolletjes. Dat gebeurt pas later hoger in de dimensies. Voor nu is het van belang dat we onze derde dimensie kennen, hè? Dat is de wereld van tijd en ruimte, waarin we allerlei vormen, et cetera, waarnemen. En in die derde dimensie kennen we dus 3 vuren en ontwikkelen we dus ons bewustzijn zodanig dat we op een goede manier kunnen samenwerken met anderen, dat we onszelf goed leren kennen en dat we ons kunnen focussen op een hoger doel. Wanneer we verder omhoog groeien en in de vierde dimensie de wereld van allerlei denkbeelden en patronen, op het moment dat we ons daar een beeld gaan vormen van ons hogere zelf, kan onze ziel tot ontwikkeling komen. Want deze beelden zullen zich steeds beter uitzuiveren, worden steeds geestelijker, bevatten steeds meer waarden, zoals waarheid, schoonheid en goedheid. En daar kan de ziel goed op gedijen in de 5e dimensie, omdat daar het besef van eenheid heerst. En de ziel neemt hier steeds meer het initiatief om vanuit dat besef van eenheid verder te kunnen gaan groeien. Behalve de groei in bewustzijn en dus die beweging hier omhoog, draait de alchemie ook om innerlijke balans tussen onze mannelijke kant en onze vrouwelijke kant. De mannelijke kant hier vertegenwoordigd door elementen als goud, ijzer en lood en de vrouwelijke kant gesymboliseerd door zilver, koper en tin. We zien dat we ijzer en koper hebben als een soort van liefdeskoppel, of ook wel hier Mars en Venus. Hetzelfde geldt voor goud en zilver, zon en maan. En ijzer en koper zijn meer ons hartstochtelijke innerlijke stijl, die dus voor het eerst nieuw leven creëren samen, respondeert ook vaak met seksuele energie. Goud en zilver zijn onze meer wijze innerlijke man en vrouw, die vooral waarden steeds belangrijker gaan maken en staan voor wijsheid en inzicht. En dan hebben we ook nog lood en tin. En die vormen niet samen een liefdeskoppel, maar die hebben meer een soort van broer- en zusrelatie. En die staan dus centraal voor de eenheid onder de mensheid, tussen onze broeders en zusters, om het zo maar te noemen. En zij zijn ook de benen waar de alchemist op staat. Dus wanneer we echt stevig staan, betekent dat dus dat we onze medemens vertrouwen en openstaan in onze contacten met de buitenwereld en ons daar prettig in voelen. En op die manier kunnen we dus waar zelfvertrouwen opbouwen. Dat lijkt iets van onszelf te zijn, maar op het moment dat we altijd het idee hebben dat er een ander is die onze vrede kan verstoren, die onze vreugde kan afpakken, et cetera, zullen we dus nooit echt de vrede kennen, omdat we altijd onszelf moeten verdedigen tegen dreigingen van buitenaf. En ware eenheid wil zeggen dat er dus helemaal geen dreigingen meer van buitenaf gezien worden en er dus echt eenheid heerst en er geen aanval en verdediging meer nodig is. En dat geeft echt het gevoel van vertrouwen en zekerheid. Dus zelfvertrouwen heeft ook alles te maken met vertrouwen in de ander.
En hierboven hebben we gezien hoe het engelenlood en engelentin ons helpen hier om dat huis van de ziel op te bouwen vanuit eenheid, zodat de ziel hier ook door die poort kan gaan. En als we kijken naar de circuits die hierbij horen, dan zien we hier onder in het alchemistisch proces hoe we ons innerlijk kind, wat we hebben weggestopt in ons onderbewustzijn, weer bewust in ons bewustzijn toelaten, heel veel schaduwkanten van onszelf kunnen helen. En dat gebeurt via Tin, die hier als het ware de poort opent van het onderbewustzijn naar het bewustzijn, zodat ons verlangen weer kan worden aangewakkerd en hier het alchemistisch proces omhoog gaat starten. En ijzer en lood geven dan ook weer de stevigheid en stabiliteit van alles wat we in het alchemistisch proces hebben geleerd, om dat te verankeren weer opnieuw in onze basis. En hier zien we hoe het Tin hier de poort opent voor de ziel om nieuw onderwijs hier te gaan ontsluiten. En hoe ook de ziel hier ook weer wat het geleerd heeft, teruggeeft in het alchemistisch proces, zodat onze mannelijke kant dit weer kan verankeren in nieuwe beelden, mentale overzichten van wie we nou werkelijk zijn. We zien ook hoe engelen ons in dit proces helpen door hier engelengoud, engelenzilver, eigenlijk alle elementen met een eetje ervoor, geven weer hoe engelen ons helpen om ons bewustzijn dus te verhogen, de poorten openen van ons onder- en bovenbewustzijn, zodat we al onze schaduwkanten kunnen helen en ons dus kunnen verbinden met die vijfde dimensie. Daar is echt hulp vanuit de geestelijke wereld voor nodig voor ons om dat te kunnen bewerkstelligen, omdat heel veel gebeurt dus op bovenbewust niveau. Heel veel zijn we ons gewoon niet van bewust. Het is wel nodig dat wij in onze derde dimensie hier bewust de intentie zetten en het verlangen hebben om dit te willen realiseren en ook de moeite doen om onze waardeoordelen steeds verhevener te maken. Dus we hebben wel degelijk zelf hier werk te verrichten, maar tegelijkertijd helpen de engelen dan dus ook om hier dat bewustzijnscircuit omhoog toe verder op te bouwen. En nu zullen we zien dat er nog weer een nieuwe cyclus gaat ontstaan. Want we zien hier hoe deze figuur heel mooi symmetrisch in elkaar zit. Hier zie je de alchemist met twee benen, een lijf en een hoofd. En hierboven bevindt zich dan weer een nieuwe constructie. En eigenlijk is dat de alchemist op zijn kop. Hier met twee benen, een lijf en dan een hoofd. En dan is het wit metaal precies ons kruin. Dat middelpunt van die twee figuren die hier dan samenkomen. We gaan nu zien hoe weer hier een nieuwe figuur zich opbouwt, waarbij nu de ziel centraal staat. Die heeft hier de leiding genomen, gaat hier door deze deur en gaat nu weer een nieuw onderdeel van het bewustzijnscircuit opbouwen. Op deze manier heb ik weergegeven wat de ziel nu de komende tijd gaat doen. We hebben hier gezien het engelenlood en het engelentin. Dat gevoel van eenheid dat we in die vijfde dimensie ervaren. De ziel die daardoor door die poort kan gaan en richting dat nieuwe onderwijs kan gaan. En de ziel gaat hier dus nu eigenhandig het bewustzijnscircuit verder opbouwen. En dat betekent dus dat we, waar we hier dus alle elementen met een eetje ervoor hebben gezien, hoe de engelen ons helpen, dat we nu een alchemist gaan opbouwen, of eigenlijk zo'n figuur, hè, weer deze richting op, met overal een zetje ervoor, de zet van ziel. De ziel gaat nu bewust deze figuur nog een keer opbouwen. Dus we krijgen nu een zielenkoper, een zielenijzer en zo verder omhoog goud, zilver, etc. En wat hier dus nu gebeurt, is dat dus de ziel het verlangen heeft om verder te groeien richting de geest. Ziel wil verenigen met geest en gaat dus nu zelf de leiding nemen om een brug te gaan vormen naar geest, zodat de geest steeds makkelijker van boven naar beneden in het alchemistisch proces tot ons kan komen. En koper staat altijd voor ons verlangen, ijzer staat altijd voor onze intentie. En nu gaat de ziel dus verlangen en intentie naar naar de werking van geest bewust vormgeven. Het verlangen van de actief geworden ziel, gecombineerd met de intentie van de actief geworden ziel, zorgen er dus voor dat de ziel dus hier deze groei maakt. En dat er hier, waar hier de bestaande, of hoe noem je dat, de begane grond is van dit huis, dat er dus hier een verdieping bovenop kan komen. En het lijkt zo alsof vanuit de tin en het lood hier die stippellijntjes omhoog gaan. Maar wat de ziel dus eigenlijk hier doet, is een nieuwe figuur opbouwen vanuit verlangen en intentie.
Als we dan kijken naar die dimensies, dan zien we dat in de vijfde dimensie de ziel dus wakker wordt of manifest wordt en hier zijn intrek neemt in dat huis van de ziel. En dat huis van de ziel is natuurlijk symbolisch. Dat is eigenlijk ons innerlijk altaar, zoals ik het maar ja, voor me zie, waarin de ziel dus ja, echt gaat settelen. En als we dan kijken naar de zesde dimensie, dan zien we dat de ziel ook echt vanuit die positie aan de gang gaat en echt stappen gaat zetten. En in die zesde dimensie komt dus nieuw onderwijs tot ons vanuit de geest, waar de ziel dus mee aan de gang gaat. En wat dat dan betekent, dat gaan we de komende tijd samen ontdekken. Nou, tot zover deze video waarin we dus hebben gezien hoe de ziel actief de zesde dimensie intrekt. En dus ja, allerlei nieuwe dingen zal gaan ontdekken de komende tijd. Nou, ik hoop dat deze video weer inspirerend voor je was en graag tot de volgende keer.